is terug in het stadion dat hij zo goed kent. Andries Noppert, de huidige keeper van Sportclub Heerenveen. Vorig seizoen natuurlijk nog onder de lat hier bij Go Ahead Eagles. Hij staat daar in die mooie gang in dit fijne stadion. Zeker als het om een avondwedstrijd gaat vanavond. Dus tussen Go Ahead Eagles en Sportclub Heerenveen. De nummers 13 en 8 in de eredivisie daar op de achtergrond. Zien we ook de coach van Heerenveen. En dat is mooi om te zien, want hij begroet een aantal van zijn oudspelers. Kuipers, Deil. Het gaat natuurlijk over Kees van Bonderen, die ook terugkeert vanavond aan de Vetkampstraat. Daar is ook de begroeting met Noppert. En zijn vervanger, die het dit seizoen goed doet. Onder de lat bij Go Ahead Eagles. Hij heeft hele goede cijfers. Jeffrey de Lange. Geanimeerd gesprek tussen Kuipers en Noppert. Er wordt een beetje gevreesd voor een gesloten 0-0 wedstrijd. Daar hopen we natuurlijk niet op vanavond in Deventer. We hopen op een wedstrijd met flink wat doelpunten. Doelpunten die Heerenveen dus niet zoveel maakt in dit seizoen. Maar ondanks dat de ploeg van Van Bonderen slechts 8 doelpunten heeft gemaakt in de eerste 9 competitiewedstrijden, staat het wel mooi op de 8e plaats. En verloor het in de eerste 9 wedstrijden van het seizoen. Alleen bij Ajax en vorige week thuis tegen PSV in het Abelenza stadion dus. Supporters van Go Ahead hebben zich weer druk gemaakt. En dat heeft dit dus opgeleverd. 4 wedstrijden op een rij. Niet verloren door de formatie van René Haken. Overwinningen op Volendam en Emmen. Gelijkspel bij Ajax. Gelijkspel tegen Cambuur. In een wedstrijd die het ook had kunnen winnen. Met in de opstelling van Go Ahead vanavond 1 wijziging. Evert Lindhorst is niet van de partij. Hij is geblesseerd. Niet Tesfaldet Teki is zijn vervanger op het middenveld. Maar Enrique Jansana keert terug in de opstelling van Go Ahead Eagles. We zien Amin Sar 1 doelpunt gemaakt dit seizoen. Dat was in de wedstrijd tegen Vitesse toen Heerenveen uithaalde. Was nog in augustus, toen werd het 4-0. 1 wijziging bij Sportclub Heerenveen. Halilovic keert terug in het elftal. Raakte zijn basisplaats kwijt na de rode kaart in de wedstrijd tegen NEC. Krijgt vandaag de voorkeur boven Anas Tahiri. Dit leek buitenspel, maar het mag door. Geen buitenspel dus van Van Hooijdonk. Die nu positie kiest. Voorzet van Van Ewijk. Via de kluts blijft de bal binnen. Haaien. Keulert. Halilovic. Aangepakt, komt hij goed uit. Keulert, Sar zou kunnen in de diepte. Dat is een goede bal. Amin Sar, Van Hooijdonk in positie. Olsson komt ook. Maar de voorzet past niet voor Heerenveen. Vaak zo goed georganiseerd, Heerenveen, dit seizoen. Maar niet al te veel sjeu. Edvardsen. Wat kan Go Ahead hier? Lidberg biedt zich aan. De bal gaat naar Willemsson. Jansana. En dat is geen fijne bal voor Willemsson. Kuipers. Edvardsen. Adekanje vraagt om de bal. Randstrafschopgebied. Adekanje. Geen hoekschop. Want die bal is niet aangeraakt. Vooralsnog is alles om deze wedstrijd heen. Leuker dan de wedstrijd zelf. Sfeer in het stadion. Helemaal in orde natuurlijk aan de Vetkampstraat. Nu ruimte voor Go Ahead. Willemsson en Lidberg in positie. Maar die paas kan makkelijk worden onderschept door Van Beek. Maar dat was wel even dreigend van Go Ahead. Tweede bal opgepikt door Edvardsen. Rommens. Kuipers. Goed balletje. Willemsson.
neerleggen voor Lipberg. Die probeert er nog het beste van te maken, want zo goed was die bal niet. Van Ewijk komt er niet uit. Botst met Deil. Dit is Adekanje. Adekanje en dan geen strafschop, zegt de scheidsrechter. En geel zelfs voor Bobby Adekanje. En een boze blik erbij van Hichler. Die hier dus absoluut geen overtreding in ziet. Sterker nog, hij vindt het een schwalbe. Ja, hij is er wel naar op zoek. Voet neergezet door Van Ottele. Maar ik denk niet dat het een overtreding is. Knap, het komt wel gewonnen door Van Beek. Amova is op tijd terug. Om Sar onschadelijk te maken. Van Hooijdonk had niet zo heel veel ruimte nodig om te schieten. Lipberg. Sterk gedaan. Go Ahead schuift op. Komt nu met een hele ploeg zo'n beetje op de helft van Heerenveen. Voorzet richting Lipberg, die net een fractie te vroeg omhoog gaat. Daardoor komt hij niet meer bij die bal. En dan lijkt het er uiteindelijk wel een beetje op alsof hij uit balans wordt gebracht. Maar ik weet niet of het een overtreding is. Ik denk eigenlijk van niet. Deil, juist vooruit. Maar dan verprutst door Adekanje. Van Hooijdonk, Halilovic. Heerenveen wil er snel uit. Keulert. Halilovic had gekund. Het wordt Sar. Nu was nog Halilovic. Halilovic! Oh, wat een lekker schot! Eindelijk is er iets leuks te zien in de Adelaarshorst. Met een heel snel schot van de Kroaat Tibor Halilovic. Mislukte paas. Totaal mislukte paas natuurlijk van Edvardsen. Maar het loopt nog goed af ook voor Go Ahead. Deil. Willumsson. Zoek het geluk. Zoek het avontuur. Hichler vindt dit ook niet. Zoals hij die situatie met Adekanje in de eerste helft dus ook niets vond. Opening van Van Beek. Bogniewicz. Halilovic, ruzie met de bal. Maar ook zo zwak gespeeld. Vervolgens door Rommens. Jansana komt er niet tussen. En nu Sar met de kans en de redding. Maar de bal is nog niet weg. Keulert, keeper van Go Ahead. Jeffrey de Lange uit positie. En dit is een goed schot van Haaien. Daar is de openingstreffer voor Heerenveen. Tom Haaien. Eerste doelpunt van het seizoen voor Haaien, die het viert met de meegereisde supporters uit Friesland. Niet aannemen, gewoon meteen schieten. En dat is een zuivere trap. Kuipers, goed ineens gekopt naar Lipberg. Aansluiting is er ook, kans voor Go Ahead in de maak. Wat heet, redding Noppert. Op de inzet van Jansana. Zo komt de wedstrijd eindelijk echt tot leven. Na het doelpunt van Haaien. Van Ewijk gaat, Van Hooijdonk komt vrij. Itzes laat hem los. En dan Van Hooijdonk die in botsing komt met Amova. Beide spelers raken geblesseerd. En dat ziet er heel vervelend uit. Precies op het moment dat Sidney Van Hooijdonk wil afronden, komt Amova ertussen. Snel even terugkijken wat er nou precies gebeurde. Van Hooijdonk senior. Een overtreding is het zeker niet van Amova. Edvardsen tegenover Van Ewijk. Rommens. Combinatie Rommens met een vlammend schot. Dat uiteindelijk wel tamelijk hoog overgaat.
Willumsson. Dat was best een slim balletje. Nuttig Rommens, Kuipers. Prima paas op Stokkers. Stokkers! Geweldige redding van Noppert. Wat een kans zeg voor Finn Stokkers. Kuipers. Edvardsen. En daar is hij. Silasso. En dat is een hele goede goal. Maar de vlag is omhoog voor buitenspel. Dus het feest gaat niet door voor Go Ahead. En hier de bevestiging dat het inderdaad buitenspel is van Edvardsen. Silasso. Simpelweg sneller dan Van Ottelen. Goed balletje. Willumsson. Voorbij en de kans voor Stokkers. Nog een keer Stokkers. Maar het stadion uit. Dit was een kans hè, voor Stokkers. Eén keer en nog een keer. Voorzet van Teki. Hier is Nauber. Geweldige sfeer in de Adelaarshorst. Levert het nog wat op. Voorzet Kuipers. Noppert haalt weg. Willumsson. En nu van dichtbij. 1-1. Toch de goal van Stokkers. Wat een ontlading bij de supporters van Go Ahead. Eindelijk zit hij erin voor de ploeg van Haken. Noppert is gepasseerd. En dat wordt hier gevierd. En zo eindigt het na een hele slechte eerste helft en een hele leuke tweede. In 1-1 tussen Go Ahead Eagles en Heerenveen.